Nou, mijn naam is Jan-Willem Ouwehand. Alexander Nijdam. Bas van den Berg. Ik ben Charlotte Meijnersma. Ismael Tjanga. Hans Hemels. Ja, dan zeg ik een beetje jammer. Dan denk ik aan gezeik. Nou, vind ik een goede zaak. Ja, ik probeer niet de kantjes eraf te lopen bij de inkomstenbelasting. Bij inkomstenbelasting, dan denk ik in principe geld afdragen inderdaad, dat je waar je hard voor hebt gewerkt. Bij inkomstenbelasting denk ik vooral aan heel veel gedoe eigenlijk. Zoveel mogelijk. Inkomstenbelasting. Dat is wat ik zeg. Want hoe meer je inkomstenbelasting moet betalen, hoe meer je hebt verdiend. Bij inkomstenbelasting denk ik van... kan het niet simpeler, kan het niet efficiënter. Ik vind je moet doen waar je energie van krijgt, waar je goed in bent. Dus ik sorteer het netjes uit, ook de administratie. Ik zorg dat het netjes aangeleverd wordt en vervolgens breng ik bij de boekhouder. Ik ben geen fiscaal jurist, dus ik vind dat een vreselijk irritant dingetje dat ik voornamelijk heel graag uitbesteed. Inkomstenbelasting doe ik wel zelf, maar we hebben wel het support van mijn schoonvader, zeg maar, die daarin adviseert. Ik doe altijd zelf mijn eigen inkomsten. Belasting. En ook voor andere mensen. Ik denk dat ik qua inkomstenbelasting maar een beetje aan het modderen ben, misschien. En ik denk dat het, als iemand anders eraan helpt, dat het dan wel beter kan, ja. Nee, je moet het zelf in de hand houden, je moet het zelf goed nakijken. Kijk, het detailwerk, dat is voor de boekhouder. Maar ik vind wel dat je zelf goed inzicht moet hebben in wat er binnenkomt, wat er uitgaat, wat er nog aan zit te komen. Ja, moeten we aan de bak, hè? Maar ik vind wel dat ze het stukken makkelijker maken tegenwoordig. Zoek het vooral heel goed uit. Wees niet te makkelijk. De Belastingdienst is heel erg streng. Dus besteed het dan liever uit, zodat je boetes voorkomt. Nou, zorg dat je op tijd jezelf goed informeert. Want je kan het beter voorkomen dan achteraf zorgen dat het weer teruggedraaid wordt. Ja, bespaar er niet op. Als ondernemer wil je ideeën, dat wil je vormgeven, daar wil je wat mee. Richt je daarop. Ja, want ik heb er zelf te weinig expertise mee. Als iemand anders er meer tips of tricks voor heeft, ja, dan helpt dat heel erg. Of vraag iemand anders om even mee te kijken om het daadwerkelijk beter te maken.